U bent uitgenodigd voor deze bijeenkomst, Levenslustig Oud Worden. Wat trekt u in dit project? Nou ja, om weer mensen tegen te komen die je niet dagelijks ziet. Ja. Echt maar, hè? En wat is oud worden? Nou, kijken wat te doen is hier. Want we hebben hier ook nog een poosje gedanst. Toen de eerste opening heb ik met haar samen gedanst. Nou, en dat willen we weer opnemen. Waarom hebben jullie dit project geïnitieerd in de wijk? Als GNGD doen we regelmatig onderzoek. Dat hier veel mensen wonen die psychische klachten hebben. Of erg somber zijn, depressief zijn. Zich eenzaam voelen. En we willen graag dat iedereen gezond is. We zijn in het project erachter gekomen dat voor levenslustig oud worden zijn eigenlijk vier dingen heel belangrijk. En dat is ontspannen, bewegen, voldoende sociale contacten en dan ook vooral bevredigende sociale contacten. Hè? Want je kunt wel heel veel contacten hebben, maar hè, als je je bij niemand vertrouwd voelt, hè, dan heb je nog niet zoveel aan die contacten. Hè? Of je hebt niemand om mee op vakantie te gaan. En sociale steun. Hè? Dat mensen zowel praktische steun, maar ook emotionele steun vinden. Ik heb hier wel op gym gezeten, maar ja, dat zeg ik, een jaar of twee geleden is mijn man overleden. En toen heb ik allerlei activiteiten gedaan, ook daar begint het, in dat andere oude gebouw. Maar juist toen mijn man is overleden, toen heb ik het een beetje laten varen. Toen heb ik niks meer gedaan, want ik was veel te druk met mijn man toen mijn man ziek was dan, zou ik maar zeggen. Ja. Een belangrijk thema vanmiddag op deze bijeenkomst, dit congres, is de invloed van bewegen bij ouderen. Ja, dat is eigenlijk een van de hele mooie dingen die gebeuren als mensen samen een activiteit hebben. En ook zeker als ze samen gaan bewegen. Dan komen ze echt in beweging. Ja, letterlijk en figuurlijk. En dan zie je heel duidelijk dat er ook echt in de loop van de tijd gewoon vriendschappen ontstaan. Mensen elkaar ook in de moeilijke momenten tot steun kunnen zijn, maar ook in de goede momenten er voor elkaar zijn. Hè? Het kaartje schrijven als iemand jarig is en inmiddels gaan ze samen bij de IKEA elke vrijdagochtend wat drinken met elkaar. Dus het is, er gebeurt eigenlijk ook heel veel vanuit zo'n groep. En zo maakt u weer nieuwe contacten? Ja, tuurlijk, dat moet toch? Ja, maar vooral als je alleen bent. Je hebt niets meer, dus je moet wat nog zoeken. Dat doe ik dan hier. Als er wat te doen is, dan ben ik hier. Ja. En hoe voelt u zich daaronder? Lekker. Ja, lekker. Ja hoor. Ja, het moet wel. Ja, want dan kan ik wel achter de ruiten gaan zitten, maar dat helpt mij ook niks. Wat vindt u ervan dat daar zoveel aandacht voor is om ouderen meer in beweging te laten komen, elkaar te laten ontmoeten? Dat is wel goed. Ja. Want dan kan je ze van de stoel afkrijgen. En dat is belangrijk, vindt u? Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Wat voor voordelen ziet u daaraan? De ouderen die alleen zijn, die vereenzamen soms. He, want ik heb ook wel eens zo'n huisproject gedaan om bij de mensen formulieren in te laten vullen, zeg maar zoiets. En dan kom je tegen en zeg van, de mensen hebben toch behoefte aan bezoek. Wat wilden de ouderen voor activiteiten hebben om zich prettiger te kunnen voelen? Gewoon ontspannen bezig zijn, dat helpt heel erg. En wat ook helpt, is als al die professionals heel goed samenwerken. We gaan rekken en strekken. 1, 2, 3 en wissel.